Goedenavond, dit is het RTVA nieuws van vrijdag 17 oktober met daarna het weekjournaal. De politie Amsterdam-Amsterland is van plan om het politiebureau aan de Zetterij te sluiten. Dit meldt het Parool. De sluiting is het gevolg van het opgaan in de nationale politie. Van de 31 wijkteams in ons district blijven er in de nieuwe opzet 17 basisteams over, met elk 2 chefs. 14 bureaus moeten daarom sluiten. De politietop benadrukt dat nog niet definitief vaststaat welke bureaus dichtgaan. Maar aan het voorlopige plan, waarin de sluiting van de bureauzetterij is opgenomen, zal weinig veranderen. Het Westwijkplein gaat januari 2015 op de schop. Het winkelcentrum wordt uitgebreid, wijkcentrum Westend wordt gesloopt en een jaar later staat er een nieuw wijkcentrum. Dat is althans de planning. Wij gaan verhuizen 18 en 19 december. Voor die tijd hebben we natuurlijk wel het een en ander op te ruimen en te splitsen. En de bedoeling is dat 5 januari we met de cursussen weer open gaan op de Assering 188, zodat daar alle doorgang kan vinden van de cursussen sowieso. En de activiteit, het zal even behelpen worden in het begin, want we zullen niet helemaal klaar zijn, maar ik denk dat iedereen daar wel begrip voor heeft. Vanaf wanneer stoppen de activiteiten hier? De activiteiten stoppen vanaf de 16e. December? December. En voor die tijd hopen we met behulp van vrijwilligers vast te gaan inpakken en te gaan splitsen en te gaan stickeren. En kijken wat er naar de opslag kan en kijken wat er weg kan. En misschien willen andere wijkcentra's iets overnemen of tijdelijk gebruiken of lenen. Zodat hun daar ook profijt van hebben. Totdat we weer terugkomen in onze nieuwe locatie. Aanzet en de activiteiten van het wijkcentrum verhuizen zolang naar het nabijgelegen pand Assering 188. Dat wordt momenteel in orde gemaakt. Daar komen 6 zalen beschikbaar op de tweede verdieping tegen 13 zalen op de huidige locatie. Het is nog maar de vraag of alle activiteiten in de nieuwe locatie onderdak kunnen vinden. Ook omdat rekening moet worden gehouden met geluidsoverlast. Ik hoop dat het een heel gezellige tijdelijke opvang wordt en dat het een prachtig nieuw centrum wordt voor onze wijk Westwijk. Ja. En dat iedereen komt kijken. Absoluut. En we hebben er gewoon weer zin in. En we gaan ervoor, we blijven positief. Deze maand is voor de 3e keer op rij in korte tijd een grote prijs gevallen in de staatsloterij op een lot dat werd verkocht aan de Van der Hooplaan. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, hoe komt dat? Omdat we veel loten verkopen. En ik heb het idee dat we in een fase zitten van geluk. Misschien heeft het met een soort flow te maken of wat dan ook. Ik weet het niet. We hebben tegenwoordig ook een hoefijzer aangeschaft. En om al het geluk naar ons toe te trekken. En dat gaat goed. Want we hebben nu 3 keer prijs in 3-4 maanden tijd. Dus het jaar 2014 was een goed jaar voor u? Ja, tot nu toe verloopt het goed. En we hopen nog op een echte grote klapper met de oudejaarsloterij. Want dat is de 30 miljoen te verdelen natuurlijk. Een aantal jaar geleden is het gebeurd dat er een tabakzaak in Amstelveen was waar een beetje werd gesjoemeld. Dus die eigenlijk verzon dat er prijzen zijn gevallen. Hoe valt dat eigenlijk te checken? Nou, dat kun je makkelijk checken, want je kunt bij de staatsloterij onder andere en bij de Lotto Idem Dito zijn er gewoon uitslagenlijsten. Daar kunnen ze precies zien op welk verkooppuntnummer welke prijs gevallen is. En dan kan ik wel een bord buiten gaan hangen dat hier een grote prijs gevallen is, maar je kunt het zo nagaan om na te vragen van of dat werkelijk zo is. Ons tweede thuis staat vooral bekend als dagopvang voor mensen met een geestelijke beperking. Minder bekend is dat diverse cliënten een aantal dagdelen per week in het bedrijfsleven actief zijn. De samenwerking tussen ons tweede thuis en het bedrijfsleven komt steeds beter op gang. Komende dinsdagochtend zijn ondernemers uitgenodigd om bij ons tweede thuis te komen ontbijten en zo mogelijkheden te ontdekken. Nou, wat het ondernemersontbijt, dat organiseert het leren- en werkcentrum bedrijf Verzamelgebouw in samenwerking met BW Reintegratie. Wij doen, plaatsen mensen in onbetaalde banen in het vrije bedrijf en doen intern klussen voor bedrijven. En BW Reintegratie plaatst cliënten voor betaalde banen in het vrije bedrijf. De cliënten die in het bedrijfsleven werken, hoe ervaren die dat? Nou ja, die vinden het geweldig. Dat is ook eigenlijk de reden waarom we daar op dit moment zo op inzetten. Op die samenwerking met het bedrijfsleven. Omdat we merken dat door de samenwerking met het bedrijfsleven, doordat zij iets voor
de maatschappij kunnen doen en iets voor het bedrijf kunnen doen, zien wij hun trots en eigenwaarde heel erg groeien. Nou, met de komst van de participatiewet zijn ook bedrijven verplicht om te participeren, maar er is nog heel veel onwetendheid over. En daardoor is de drempel ook best wel hoog, want ze weten niet wat ze moeten doen en wie zijn nu eigenlijk die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wat kunnen die nou eigenlijk en wat moet ik me dan bij die samenwerking voorstellen. Nou, wat wij willen met het ondernemersontbijt is dus die drempel verlagen door te laten zien dat wij er zijn en dat wij bedrijven dus kunnen helpen om die samenwerking op poten te zetten. En daarnaast willen we natuurlijk dat bedrijven zich aan ons gaan verbinden. Maar waar het vooral om gaat is dat we willen laten zien dat wij een van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het bedrijfsleven. En dat je het gewoon moet doen, omdat het werkt. En als iemand denkt, hé, daar wil ik ook bij zijn, hoe kunnen ze zich aanmelden? Mensen kunnen zich aanmelden via ondernemersontbijt.onstedenthuis.com. En dan nu het weekoverzicht. Afgelopen maandag zijn er op de geitenboerderij De Riedammerhoeve in het Amsterdamse bos 10 biggetjes geboren. RTVA ging op kraamvisite. Biggetjes geboren op geitenboerderij De Riedammerhoeve, een bijzondere gebeurtenis? Ja, geweldig. Het is alweer anderhalf jaar geleden dat we voor de laatste keer biggen hadden. Hoeveel zijn het er? 10. Ja, er zijn er 10. Kunnen mensen deze bezoeken? Jazeker. Het hok is open voor kraamvisite. Ja, zoals ze even wat groter worden, dan gaan ze vanzelf weer tussen de geitjes spelen. De vaste bezoekers weten wel hoe dat werkt bij ons. Is het nou een mooie tijd om dit te hebben in de herfstvakantie? Nou ja, natuurlijk, dat heeft Betsy de Zeug natuurlijk geweldig gepland. Dat kon niet mooier. We hadden gehoopt dat ze van de zomer al zou komen, in de zomervakantie. Maar het lukte steeds niet. Want het is wel 3-4 keer gedekt, maar nu is het toch nog gelukt. Waar kunnen de mensen deze biggetjes vinden? Dat is op de geitenboerderij De Riedammerhoeve, midden in het Amsterdamse bos. Zoals wij maandag al melden, was de iPad van wethouder Jeroen Brandes na de raadsvergadering van 1 oktober gestolen uit de raadzaal. Een week later kregen de Amstelveense media via een anoniem e-mailaccount enkele ambtelijke stukken toegestuurd. Het is zeer aannemelijk dat deze actie verband houdt met de diefstal. We spraken met de wethouder over het incident. Woensdag 1 oktober in de raadsvergadering, of tijdens de raadsvergadering. Een lange avond, goede avond. Ja, toch een onbewaakt moment. En de iPad is weggenomen. Ja, toch is dat gek. Zo'n raadsvergadering vaak alleen maar in crowd. Vreemde mensen komen er eigenlijk bijna niet. En toch verdwijnt een iPad. Dat klopt. Dat maakt mij ook erg boos. Hè, tegelijkertijd heel duidelijk. Ik heb zelf ook een verantwoordelijkheid. Er is toch een onbewaakt moment geweest waarop ik even weggelopen ben. Maar juist in dit huis waar we heel vertrouwd en open willen werken. En het beste voor de inwoners van Amstelveen. Daar werken we allemaal heel hard aan. Ja, dat moment is er toch geweest. En op dat moment is het meteen toegeslagen, helaas. Er zijn uiteindelijk stukken op straat komen te liggen. De begroting. Op zich niet van die hele interessante stukken. Maar het is bijna zeker dat deze uit deze iPad komen. Bent u bang voor nog meer openbaarmakingen? Nou, 100% zeker kan ik natuurlijk niks uitsluiten. Het maakt me alleen maar extra boos. Je kan iets wegnemen omdat je boos op iemand bent. Iets meenemen omdat je het graag wil hebben. In dit geval is gebleken de week daarna dat het heel bewust ook nog stukken van de gemeente zijn opgestuurd. Een van de stukken was het raadsvoorstel voor de begroting van 2015. Dat is vandaag behandeld in de BMW. Ja, en daar willen we dan graag op een goede, open manier nog de discussie in de raad met de raadsleden over aangaan. Ja, die kans is ons ontnomen en dat is niet de manier waarop wij willen werken. Ja, dat maakt ons alleen maar extra boos. U spreekt over inderdaad een open cultuur hier binnen het raadhuis. Gaat die nu meer gesloten worden? Nou, feit is dat het gebeurd is. En dat betekent voor iedereen dat we alerter moeten zijn. En voor mij persoonlijk betekent dat dat moment waarop ik dan even wegloop. Totdat het dus kennelijk hier niet kan. Maar verwacht nu niet van ons dat we alles gaan dichttimmeren. We zijn nog steeds die openzelfde gemeente. Waar we met 99,9% van de mensen heel vertrouwd en fijn en goed werken. En dat willen we ook in de toekomst zo houden. Dat betekent dat het raadhuis toegankelijk moet zijn, de raadsvergadering moet toegankelijk zijn voor iedereen. Maar ja, wel even een wake-up call van even alert zijn en helaas, dit is gebeurd en nu naar de toekomst en met vertrouwen en goed op de spullen leggen. Opruimen. Voor de ene een crime, voor de ander geen probleem. Er zijn zelfs mensen die er plezier in hebben. Zoals mevrouw Baas uit Waardhuizen. Zij gaat elke dag, gewapend met een grijper en vuilniszak, de buurt in.
We zitten hier bij Goede Reden en het schijnt dat u best wel opruimt hier in de buurt, alles netjes. Heel veel. Hè? Dagelijks. 7 dagen per week. Kunt u daar wat over vertellen? Waarom u dat doet? Nou, omdat het me irriteert dat er zoveel vuil op straat ligt. En u gebruikt altijd bepaalde spulletjes daarvoor, begrijp ik. Heeft u dat via de gemeente kunnen regelen? Nou, dat heb ik toen de tijd voor mijn verjaardag gekregen toen ik hier kwam wonen 10 jaar geleden. Toen vonden ze dat ik al opliep te ruimen. En toen hebben ze me zo'n stok gegeven. En die komt bij Amstelring vandaan. En die is het lekkerste. Daar krijg ik geen zere handen van. En die kan ik zo halen? Nee, die moet je betalen. Die heb ik voor mijn verjaardag. Dat kost je geld, hè? Even, in de buurt bij Bankrashof is er een school die ook altijd de buurt ingaat om op te ruimen. Gebeurt dat hier ook? Nou, ik kom ze niet tegen. We hebben hier wel van de Gondel. Die hebben een dag genomen per jaar. Nou, dat is in principe veel te weinig. En dan gaan ze zelfs helemaal naar Korsflor om schoon te maken. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Wat mij om gaat, dat het bij de meent en bij de kinderen van de scholen hier, waar de radio tv zit, daar horen ze veel schoon te maken. Omdat die kinderen veel weggooien. Het is ook zo dat je afval moet scheiden als je nou nee, zo... Nee, daar begin ik echt niet aan. Nee, ik ga nog een beetje met mijn handen nog zitten scheiden. Nee, ik kom op een uurtje, zeg. Nou, misschien meerdere zakken meenemen voor het plastic en de kranten? Ja, het is mooi zo. Ja, het is mooi zo. Ja, gaat wel lekker sokken nummeren. Ik moet wel lachen als ik bij die Chinees op Waardhuizen ben. En dat doe ik zondagsmorgens vaak of maandagsmorgens. Dan haal ik alle peuken van de straat. Dan heb ik zelfs auto's die stil gaan staan. En ik denk, god, gaat ze inbreken of zo. Oh, dus je bent ook nog verdacht voor persoon? Ja. Ja, dan gaan ze stilstaan en dan zien ze me ineens steeds pakken. En dan laten ze je wel met rust toe. We draaien nog het raampje open om echt te kijken. De plannen om de Amstelveenlijn door te trekken naar Uithoren worden met het nodige enthousiasme ontvangen in ons buurgemeente. Vorige week werd bekend dat de stadsregio Amsterdam nader onderzoek gaat doen naar de verlenging van het tracé. De Amstelveenlijn wordt vermoedelijk doorgetrokken naar Uithoorn. Hoe denkt Uithoorn hierover? Op dit moment er is een verkenning naar gedaan door de stadsregio Amsterdam. Daar kwam een positief oordeel uit waardoor ze verder gaan naar een planfase studie. Daar moet uitkomen of het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn voor Uithoorn een verbetering is of niet. Hoe ziet u het zelf als wethouder? Nou, dat vind ik moeilijk om antwoord op te geven. We weten dat een OV-verbinding naar Uithoorn hoogwaardig aangelegd moet worden om onze bereikbaarheid ook toekomstbestendig te houden. Er wordt nu gekeken of dat een busbaan of dat het een doortrekking van de tram moet zijn. Welke het beste uitkomt voor Uithoorn is degene waar ik het meest achter sta. Het is of-of? Ik verwacht dat het doortrekken van een hoogwaardige vrijliggende busbaan niet gelijk met een tram kan komen. Hoewel ook die optie onderzocht wordt. Ja. Er zijn natuurlijk ook dan sporen bezig. Laatst is natuurlijk de hele weg daar vernieuwd en opgebroken en verbeterd allemaal. Wordt het dan weer opgebroken? Nee, als de tram zal worden doorgetrokken naar Uithoorn, dan zal dat gebeuren over het tracé, het oude spoortracé. Dat ligt in de noord-zuidrichting niet gelijk aan de Zijdelweg. Er komen natuurlijk ook weer veel kosten bij, voor een Uithoorn misschien. Hoe staat u daar tegenover? Dat is iets wat nu uit de planfasestudie moet komen. We weten dat de investering flink is voor zo'n trambaan. Die investering is voor het grootste gedeelte voor de stadsregio Amsterdam. Of daar een component voor Uithoorn bij zit, dat moet uit de planstudie komen. Dat weet ik nog niet. Stiekem al denken aan de Uithoornlijn? Mocht die doorgetrokken worden naar Uithoorn, lijkt me heel voor de hand liggend dat we het de Uithoornlijn gaan noemen. Het eindpunt ligt immers in Uithoorn. Als de planning helemaal gaat zoals die gewenst is, zal de Uithoornlijn in 2020 geopend worden. De ebola-epidemie zaait steeds meer angst. Ook in Nederland. Wij vroegen ziekenhuis Amsteland welke maatregelen zij hebben getroffen. In Nederland is het zo dat de academische ziekenhuizen zeg maar de eerste opvang doen voor patiënten met verdenking ebola. Dat is belangrijk omdat zij ook een infrastructuur hebben die geschikt is daarvoor als de patiënt positief zou zijn voor ebola. In dit ziekenhuis is die infrastructuur niet, in alle andere ziekenhuizen in Nederland ook niet.
Maar wat wel heel belangrijk is, dat natuurlijk een patiënt kan hier aankomen bij de eerste hulp. En dit ziekenhuis is heel goed voorbereid hoe uit te vragen of een patiënt risico loopt voor het hebben van ebola. We hebben hier een systeem in het ziekenhuis waar we inderdaad alle procedures publiceren. Ook de ebola hebben we dus de afgelopen maanden gemaakt. En dat doen we afhankelijk van alle publicaties die er komen door het RIVM, LCI, onze eigen WIP-richtlijnen. En daarmee is er in dit ziekenhuis ook geoefend. Want dat betekent ook dat er andere materialen en omkleedmateriaal in huis moet zijn. En daarmee hebben we ook geoefend. En daardoor het procedure toch weer wat bijgesteld. Verder hebben we natuurlijk heel veel specialisten geïnformeerd. Want ook iedereen moet informatie hebben van wat moet ik wanneer doen. En bij ons is het alleen de spoedeisende hulp waar eigenlijk actie ondernomen moet worden op het moment dat er iemand waar dan ook binnenkomt. Stel, er komt een patiënt binnen die van ebola verdacht wordt. Wat gebeurt er dan? Je moet eerst zien te achterhalen of iemand verdacht ebola. Want je kan het niet zien, hè? Als iemand binnenwandelt. Het is gewoon niet te zien. Dus je zou je vragen moeten stellen. En heel belangrijk is dan, de patiënten die aanmerking komen, die moeten uit een verdacht gebied gekomen zijn. Ja. Dat is denk ik allereerst, en daar zijn we ook op getraind hier, dat dat de belangrijke voorwaarde is. En de patiënt moet koorts hebben. Als een patiënt geen koorts heeft, dan is hij ook niet besmettelijk voor ebola. Dus wat eigenlijk de belangrijkste is, is het verhaal van de patiënt. En dat begint eigenlijk al in de thuissituatie. Dus wat er meestal gebeurt is dat als bij de huisarts verdenking wordt genoemd, dat dan, mocht er nog steeds verdenking zijn, de patiënt doorgaat naar een academisch ziekenhuis en niet naar een algemeen ziekenhuis. De kerken in Nederland, en dus ook in Amstelveen, hebben al jaren te kampen met een teruglopend kerkbezoek. Ook de evangelisch-lutherse Johanneskapel aan de Amsterdamse weg heeft hiermee te maken. Vanaf 1 januari 2015 zullen hier geen diensten meer gehouden worden. Gemeenteleden kunnen naar een andere protestantse kerk in Amstelveen of naar een evangelisch-lutherse kerk in Amsterdam of Haarlem. Het is eigenlijk een gemeente die natuurlijk in de loop van de tijd, waarvan de gemeenteleden steeds ouder werden en er gisteren geen nieuwe aan was. En daarnaast is het zo dat het aantal vrijwilligers daardoor ook steeds kleiner wordt. Dus we hebben op een bepaald moment een besluit moeten nemen om te zeggen van we kunnen dit niet meer volhouden, want je kan niet aan een vrijwilliger vragen dat hij 52 keer per jaar een dienst leidt. Die heb je eigenlijk wel nodig. Dus we zijn in juli teruggegaan naar minder diensten en we hebben gezegd in januari 2015 stoppen wij met de erediensten hier. De gemeenteleden worden steeds ouder. Het lijkt mij lastig om dan naar het centrum van Amsterdam of naar Haarlem te gaan. Ja. Nou, daar in principe gaan we, is daarvan toegezegd dat wij daarvoor vervoer gaan regelen voor die mensen die dat aangeven dat ze het willen. En zijn we nu aan het onderzoeken wie welke behoeftes heeft. We zijn een enquête uitgeschreven, gaan daarop op inspelen van wat gaan we daaraan doen. Wat voor visie heeft u op wat er volgend jaar hier zal gebeuren? Ik hoop dat wij de mogelijkheid hebben om hier elkaar regelmatig te blijven ontmoeten, in welke vorm dan ook. Want dat zijn allerlei activiteiten die je kunt ontplooien. Ik denk dat dit gebouw van eigenaar zal veranderen. Ik denk niet dat het gebouw gesloopt zal worden, want er zijn, nou, ik heb gehoord, genoeg partijen die geïnteresseerd zijn in het gebouw als kerk. Maar hoe dat precies zit, dat is mij niet bekend. Ik vind het jammer dat dit zo loopt. Het is blijkbaar zo dat de kerk ook in heel Nederland natuurlijk achteruit gaat, terwijl de boodschap van de kerk nog steeds heel erg actueel is. En dat is natuurlijk zonde dat het niet gehoord wordt of niet meer gehoord wordt. In aanwezigheid van staatssecretaris Van Rijn werd donderdag in het gemeentehuis van Meidrecht het startsein gegeven voor een informatietelefoon over de veranderingen in de zorg. Zijn bezoek aan Meidrecht was voor de staatssecretaris tevens de afsluiting van een serie van 15 bijeenkomsten door het hele land. Dit deed hij om een beeld te krijgen van de voortgang, de knelpunten en successen van de decentralisatie in de zorg waarvoor de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden. En bent u aan het eind van uw tour wijzer geworden?
Nou, het is heel goed om alle wethouders te spreken. Iedereen is natuurlijk heel hard aan het werk om te zorgen dat iedereen op 1 januari aan de startstreep staat. Maar ik was vooral ook hier weer gegrepen door het enthousiasme en de enorme power waarmee wethouders bezig zijn om dit goed te laten landen. In de pers komt het niet zo goed terecht, hè? Het is allemaal een beetje klagerig over wat de ambtenaren ervan vinden en zo. Nou, ik denk dat grote veranderingen altijd veel discussie en onzekerheid met zich meebrengt. Daarom vond ik het ook goed om naast alle papieren en voortgangsrapportages die je krijgt, gewoon wethouders in de ogen te kunnen kijken en te spreken van waar staan we en hoe gaat het. En dat inspireert mij ook, moet ik zeggen. Gaat u daar ook extra aandacht aan besteden, aan het veranderingsproces bij ambtenaren? Nou, dat is natuurlijk vooral een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Ik heb geen signalen dat de ambtenaren hier niet met de volle overtuiging aan werken. Het is wel een grote klus. En iedereen die zegt van dat dit even zo erbij gedaan kan worden, dat is niet waar. Het is geen gebakken eitje. Het is een grote operatie waar ongelooflijk hard aan gewerkt wordt. En die rode knop net, dat was voor de opening van een callcenter. We doen twee dingen. We gaan mensen voorlichten op radio, televisie en kranten over de veranderingen in de wetten die er zijn. Er is een callcenter voor mensen die kunnen bellen die vragen hebben. En een belangrijke taak voor het callcenter is ook om mensen bijvoorbeeld goed door te geleiden naar mensen die hele specifieke vragen kunnen beantwoorden. Heel veel vragen zullen bijvoorbeeld door de gemeente moeten worden gedaan. Dat betekent dat bij dat callcenter ook alle telefoonnummers van de gemeente zijn en ook nauw contact is met de gemeente over de beantwoording. De staatssecretaris is op bezoek om de WMO en de jeugdzorg te bespreken. Heeft u er veel aan gehad aan deze bijeenkomst? Ja, ik heb de staatssecretaris op verschillende momenten ontmoet en ik merk dat hij is heel toegankelijk. Je kunt met hem echt sparren over de problemen en ze gaan ook daadwerkelijk op zoek naar oplossingen. Dus ik heb heel groot vertrouwen en ik ben heel blij dat de staatssecretaris de moeite neemt om dit, want hij is niet alleen hier geweest, hij heeft heel Nederland gehad ondertussen om dat te doen. Dat onderzoek onder de ambtenaren, dat 60% van de ambtenaren denkt dat het niet goed komt. Ik kan me voorstellen met het enorme tempo waarin dit gaat. De ambtenaren moeten dat allemaal uitvoeren. Wij zijn als regio, we zijn op schema. Maar iedere keer kom je weer nieuwe dingen tegen. Het is een beetje een zolder die je opruimt. En iedere keer zie je weer een nieuw laadje van, oh, heb ik dat ook nog? Dus ja, het is geen makkelijke opgave. Dus ik kan me voorstellen dat ambtenaren zeggen van, nou, ik moet wel even 3 keer slikken. Maakt u zich dan helemaal nergens zorgen over? Ik maak mij zorgen om inwoners die nu ook al tussen wal en schip vallen. Ik maak me zorgen dat we straks niet iedereen in beeld hebben. Maar ik weet ook dat we dat lokaal beter kunnen oppakken dan ze vanuit Den Haag kunnen doen. Amstelveen is een echte hockeystad. Dat bleek donderdag ook weer bij de 18e editie van het Rabo schoolhockeytoernooi. Leerlingen van maar liefst 17 basisscholen probeerden op de velden van AMVJ, MHC Amstelveen en Mira een punt te drukken. Het gaat goed. We zijn weer begonnen vanmorgen met wat regen, maar nu zijn we weer van start en alles hockeyt weer zoals je ziet hierachter. Er doen dit jaar 200 kinderen mee van 10 scholen en zo'n 20 teams. Vinden die kinderen dat wel leuk in een vakantie alsnog met een klas bezig zijn? Nou ja, ik denk dat sowieso hockeyers vinden het superleuk om gewoon weer lekker met hockey bezig te zijn. En een dagje met je klasgenoten lekker hockeyen. Het is ook niet de hele dag en het is even lekker sporten. Gezond, leuk, denk het wel. Ja. Dit is namelijk alweer de 18e keer. We hebben het al 18 keer eerder gedaan, vandaag is de 18e keer. En doen er ook steeds meer teams mee of is dat gewoon elk jaar hetzelfde? Het blijft een beetje hetzelfde, want er blijven gewoon dezelfde aantal basisscholen die zich aanmelden. Maar het wisselt. Heeft het ook een positieve invloed op de kinderen? Ja, ik denk het wel. Sport is gezond natuurlijk. Dus ik denk dat sowieso heel erg positief is. En met zo'n weertje en lekker hockeyen, leuk met z'n allen, is denk ik heel positief voor kinderen. Kunnen de kinderen ook wat winnen? Jazeker. Er zijn twee pools. De gemengde pool met de jongens en de meisjes en de meisjespool. En beide kunnen ze de eerste prijs, tweede prijs en derde prijs winnen. En daarnaast is er ook een wisselbeker. En dan nu het weer. De kans op een bui neemt dit weekend sterk af. Daarnaast wordt er een bijzonder warme lucht aangevoerd naar onze regio. Dit resulteert morgen in zon en een maximumtemperatuur van 22 graden. Ook zondag ligt de temperatuur hoog. Maar dan is er meer bewolking en zou er een spatje regen kunnen vallen. Het wordt dan 20 graden. Maandag zijn we de warmte alweer kwijt en komt het kwik niet hoger dan 14 graden. Het is dan bewolkt en er is kans op een bui. De wind is dit weekend matig en komt het gehele weekend uit het zuidwesten. Dit was het RTVA nieuws van vrijdag 17 oktober en het weekoverzicht. Wij zijn er maandag weer om 7 uur.
fijn weekend.